Goedemorgen, welkom bij deze MS Talk Extra. Het is vandaag 14 september 2020. En dit is een bijzondere aflevering van MS Talk. Want wat we gaan doen de komende tijd is de belangrijkste informatie die in het grootste congres ter wereld wat over MS gaat ter sprake zijn gekomen. Hè? Dat is MS Virtual dit jaar, omdat vanwege de corona is alles digitaal. Gaan we met elkaar bespreken. Dat doe ik met Linda Boot. Zij is vrijwilliger bij de MS-vereniging, is diëtiste en ervaringsdeskundige. En met Gerald Hengstman, hij is neuroloog en kennen jullie van de andere MS-talk-afleveringen. En deze eerste aflevering gaat over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van medicatie. Linda en Gerald hebben het hele weekend zich verdiept in alle lezingen die er waren op het congres. En zullen ons daarover bijpraten. Gerald, wat heb jij gehoord afgelopen weekend? Ja, heel veel. Veel dingen die er wel ook wel bekend zijn. Maar ook een aantal wat leuke nieuwe onderwerpen die wel een food for thought zijn, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Wat ik heel even wil doen, als jullie het goed vinden, is door een aantal dingen die mij opvielen even heen gaan. Dus als jij jouw scherm zou kunnen delen, Anna, dan helpt dat een klein beetje misschien ter ondersteuning van datgene wat ik in ieder geval gehoord heb. Dat doe ik. Ogenblikje. Er is heel veel gezegd en verteld over medicatie. Over de geneesmiddelen die er al zijn, die gebruikt worden bij een relapsing MS. En daar is eigenlijk kort door de bocht eigenlijk een bevestiging van alle dingen die we al wisten. Wat je hier bijvoorbeeld weer ziet is een overzicht van alle MS-middelen die geregistreerd zijn. En hoe effectief ze zijn bij relapsing MS. Als het links van de lijn staat, is het effectiever dan placebo, dus dan doet het wat. En hoe verder naar links, hoe effectiever het is. Het is een soort arbitrair lijstje waarbij je de effectiviteit van de verschillende medicijnen op zich van elkaar ziet. Waarbij je ziet dat alemtuzumab, Epcada en tisabinatuzumab de meest effectieve zijn. En uiteindelijk helemaal richting interferon, de Avonex, minst effectief. Nou, dat is een bevestiging van degene wat we al wisten. Verder zag je veel dingen die een bevestiging gaven ten aanzien van het effect op de lange termijn. Je hebt natuurlijk heel veel onderzoeken die gedaan zijn over een periode van 2-3 jaar. Maar een heel groot groep mensen zijn natuurlijk vervolgd gedurende 5 jaar, 10 jaar. En dan zie je eigenlijk geen verandering wat effectiviteit betreft, maar ook niet wat veiligheid betreft. Dus dat is eigenlijk een volledige bevestiging van hetgene wat we al wisten. Als je de volgende laat zien, dan is er een bevestiging dat eigenlijk hoe sterker je de ziekte remt, hoe beter het met de mensen op lange termijn gaat. Wat je hier ziet is dat als de lijn omhoog gaat, dan zijn mensen overgegaan van de relapsing MS naar de progressieve fase van MS. Dus dan gaat het uiteindelijk slechter, iets wat je dus graag wilt voorkomen. En dan zie je dat die donkere lijn zijn mensen die met wat mild effectieve medicatie behandeld zijn, de injectietherapieën. En die gele lijn zijn de mensen die behandeld zijn met hoog effectieve middelen, zoals vinclimod, Lemtrada, Tysabri. En dan zie je dat een hoog effectieve behandeling zorgt dat je pas dat de groep later pas overgaat richting een progressieve fase. En dat is eigenlijk voor mijn gevoel heel tegenstrijdig ten opzichte van het beleid in Nederland. Want we moeten altijd eerst die minder effectieve proberen, zeg maar. Ja, dat is... Dat zegt eigenlijk, als je inzet op die hoog effectief, je meer winst haalt. Wel als je hiernaar kijkt. Het lastige wat je er natuurlijk bij hebt, is dat dit laat niet zien de keerzijde van de medaille. Je hebt het niet over de risico's. Nee. De complicaties. Je hebt het alleen maar over het uitstellen van overgang richting progressieve MS. En dat blijft een voortdurend punt van discussie, wat ook heel duidelijk in het congres nu naar voren komt, van wat is nu de beste strategie? Is dat de escalatiestrategie, dat wil zeggen stapsgewijs. Je begint met een middel, een laag effectief middel, en als dat niet werkt, onvoldoende werkt, dan ga je door naar een hoog effectief middel. Of is dat de andere weg, dat je met hoog effectieve medicatie begint en zorgt dat de ziekte meteen rustig gaat zijn. Nou, er lopen verschillende onderzoeken daarvoor internationaal om te kijken welke strategie daarin het beste is op de lange termijn. Maar datgene wat je hier dus niet uithaalt, is inderdaad die keerzijde. Nee, maar het geeft Het geeft mij wel een beetje een tweedimensionaal beeld, zeg maar.
Ja, klopt. Ja, dat, daarnaast zegt het ook alleen iets op groepsniveau. En niet wat bij jou als individu is. Nee. Dus het blijft dan een individuele afweging wat voor iemand zelf het beste nu werkt. Maar ik denk datgene wat wel bevestigt weer is het feit dat het afremmen van de ziekte en eigenlijk proberen om naar een soort zero tolerance idee te gaan van dat je geen terugvallen wilt zien, geen achteruitgang in je functioneren, geen duidelijke toename van afwerking op de MRI, dat het wel een streven is om te blijven volgen. Ja, duidelijk. Wat ik zei, op zich zijn dit wel dingen die al wel bekend waren en alleen weer een bevestiging geven van datgene wat we vanuit onderzoek al weten. Wat je vaak wel merkt, en dat wat jij misschien ook een beetje naar refereert, Nanda, is dat er best een vertaalslag zit tussen datgene wat ze weten en datgene wat er gedaan wordt. Ja. Ik weet niet of dat ook jouw ervaring is, Linda, dat er best een gat tussen zit. Ik zie je zo knikken. Ja, nee, dat is mijn persoonlijke ervaring inderdaad ook, dat ik met laag effectieve middelen ben gestart en dat elke keer dat misgaat, of dat er dan toch een relapse komt, dat je opschaalt. Inderdaad, als je dan zo'n plaatje ziet, je vraagt je ook af, wie begint er met de laag effectieve medicatie? Dat zijn misschien toch ook mensen die er in eerste instantie een rustiger MS lijken te hebben. Is dat niet zo? Ja, dat is ook een andere verstoring die je in hebt zitten, die misschien het verschil tussen twee lijnen nog wel groter maakt. Ja, als je bedenkt dat de meeste mensen die beginnen met een hoog effectief middel als vinculimod of natalizumab, die hebben een actiever beeld. Dus daar zou je van zeggen, van, ja, die gaan het op termijn, dus de kans dat die het slechter gaan doen is groter. Dus dat is een slechtere groep tussen haakjes. Ten opzichte van die donkere lijn, hè, de injectietherapie, is de mensen met een relatief wat milder beeld. En toch zie je dat die groep het op termijn slechter doet. Ja, dat is wel opvallend. Ja. Bij gelijke groepen zou het verschil zelfs nog groter kunnen zijn. Dat zou je waarschijnlijk wel gaan, ja, dat verwacht je wel. Ja maar normaal zit natuurlijk wel een aantal haken in de ogen aan dit soort plaatjes, maar ik denk dat de bottomline is waar heel veel van dit soort figuren dat eigenlijk allemaal voortdurend hetzelfde zien. Het is gewoon zorgen dat de ziekte gewoon snel rustig wordt. Dat is gewoon de basisgedachte. Ja, duidelijk. Ja. Wil jij een volgende sheet zien? Ja, wat ik van een aardige was, en dat is wel eentje om met jullie te gaan delen, is we hebben het hier over het gebruik van medicatie, starten van medicatie, de juiste middelen. Dit is een heel complex beeld, maar waar het eigenlijk om gaat, is dat is hier allemaal verschillende medicijnen, als je bijvoorbeeld die onderste figuur pakt. En dan zie je op de y-as zie je hoe effectief het is. Dan zie je een 0, dan is het dus, daar zit er geen effectiviteit, en boven is het effectief, en onder is het niet meer effectief. En als je bijvoorbeeld staat, als hij leeft. Eias is de verticale as, hè? Dat is misschien die even. Zo staat. Hè? Dus die zo staat, ja, is de effectiviteit. Ja. En die zo staat is de leeftijd van patiënten. Aha. Dan ziet dus dat hoe ouder mensen worden, hoe minder effectief medicatie gaat zijn. Oh. Dat is wel aardig. Dus je ziet dat als mensen jong zijn, hè, tussen de 30 en 35, staat alles een beetje hoog in. Dat is allemaal effectief. Maar als je nu gaat kijken, zo rond die. Tussen de 45 en de 50, dan komt alles al een beetje richting die nullijn ongeveer. Dus dan komt de vraag van, maar is het nog wel nodig om tot in de eeuwigheid van de dagen door te gaan met medicatie? Ja, dat is ook lastig, wat misschien jullie ook wel vertelt, alsof waar je mee zit. Kijk, je start op een bepaald moment met medicatie. Je bent ergens tussen de 20 en de 40 bijvoorbeeld. En dat geneest de MS niet. Dan moet je dan de rest van je leven met dat middel doorgaan. Er komt een keer een moment dat je kunt gaan stoppen. Als je naar de volgende toe gaat, dan is de achterliggende gedachte die erbij bij zit, is dat de ziekte zelf verandert in de loop van de tijd. Ook dit is een beetje een wat complex plaatje, maar wat je daar met name ziet, als je naar linksonder gaat, dan zie je zo'n groen lijntje die naar beneden gaat. Ja. Dat zijn actieve ontstekingen. Dus het percentage van de actieve ontstekingen. En ten opzichte van de leeftijd. Dus als mensen 20 jaar zijn, hebben ze heel veel actieve ontstekingen. Terwijl als mensen 70 zijn, hebben ze het bijna niet meer. En dat paarse lijntje gaat omhoog. Er zijn inactieve plekken. Dus je krijgt gaandeweg krijg je in het verloop van de ziekte krijg je een verschuiving van actieve ontsteking naar veel meer een wat langzaam, doorzeurend ziektebeeld, waarbij actieve ontstekingen veel minder op de voorgrond staan.
En als je dat in je hoofd hebt, dat dus de ziekteproces zelf in de loop van het leven verandert, kun je je ook voorstellen dat medicijnen die een effect hebben op die actieve ontstekingen in de loop van de tijd minder effectief gaan worden. Interessant. Maar ze hebben wel een keerzijde. En dan komt natuurlijk de vraag naar voren toe, kun je gaan stoppen? En daarbij is de volgende. En wat ze daar gedaan hebben is wel een geselecteerde groep. Mensen die ouder zijn. Eigenlijk 55 jaar of ouder. Mm-hmm. En die de afgelopen 5 jaar geen terugvallen hebben gehad. Of andere tekenen van ziekteactiviteit. Dus die zijn stabiel. Maar ze zijn wel gewoon gaandeweg. Ja, komen ze bij de 55 plus groep. En die hebben ze eigenlijk gewoon een muntje opgegooid in 2 gedeeld. De ene groep stopt wel, de andere groep stopt niet. En dan zie je op de lijn die zo staat, dus het trapje van naar beneden gaat, ja. De mensen die geen ziekteprogressie hebben. Dus bovenaan die heeft niemand nog ziekteprogressie in de loop van de tijd. Hè, daar zie je een aantal jaren. Dan zie je dat een deel krijgt toch wat progressie van ziekte. Hè, dus dat ze wat achteruit gaan in het functioneren of wat dan ook. Maar je ziet geen enkel verschil tussen die blauwe lijn, dat zijn de mensen die de medicatie aanhielden, of de gestippelde rode lijn, de mensen die gestopt zijn. Dus je ziet dat stoppen niks uitmaakt ten opzichte van hoe het met mensen gegaan is. Ja. En dat is natuurlijk best wel lastig. En, want wat ik in ieder geval in mijn ervaring altijd opmerk, en ook zelf altijd een beetje aangeven, ja, never change a winning team. Hè, als het goed gaat, met medicatie, je doet het prima. We gaan vooral gewoon zo door. Maar dit laat toch zien dat het een bepaald moment misschien inderdaad niet meer nodig is. Met name op het moment dat mensen ouder zijn. Maar dat is best een beslissing, lijkt me. Mentaal. Voor patiënt. Kijk, als neuroloog kan ik wel zeggen, dan benader je dat redelijk wetenschappelijk en dan kun je dit soort dingen laten zien. Maar het lijkt me best wel, als je het inderdaad wel jaren heel goed doet en dan wordt ineens, u bent nu 55, laten we maar eens gaan stoppen. Ja, ja hoe zou dat voor jullie voelen? Want ja, dit is inderdaad, dit is wat onderzoek laat zien, hè, op groepsniveau, van nou, mevrouw, maak zich geen zorgen, hè, het gaat waarschijnlijk gewoon wel goed. Ja, ik zou het wel even, want ik zou rationeel wel kunnen begrijpen van, hè, voor het ziekteproces is nu veranderd en die medicatie doet nu wat minder. Maar het zou wel heel erg behoeften, hè, er gebeurt wel op dat moment iets anders in je lichaam. Het proces verandert. Dus ik zou heel erg behoefte hebben aan medicatie die inspeelt op dat andere proces. Maar daar zijn we nog niet zo ver mee volgens mij. Dus dan zeg jij in feite van, ja, het zou anders voelen op het moment dat je het middel wat je hebt kunt vervangen voor iets anders. Dat je wel iets actiefs blijft doen tegen de ziekte. Ja. En ook helemaal gewoon maar los te laten. Ja, het is zo'n breuk met wat je de jaren daarvoor hebt gedaan. Ja, het is een beetje, je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt, principe. Ja. Maar ik zou het ook wel heel bevrijdend vinden, denk ik. Om het te gaan proberen. Want hoe lekker zou het zijn als je op een gegeven moment zegt, ja, ik hoef die middelen niet meer. En dat is ook wel, wat ook wel iets voor te stellen. Het is wel een dilemma, ja, denk ik. Ja, ik dat is datgene wat je in de praktijk dan wel geneigd bent om te doen. Op het moment dat je het moment neemt om te gaan stoppen, dan ga je het wel weer goed in de gaten houden. Ja, uiteraard. Ik toch niet actiever, weer actief. Dus dat is wel een soort, ja, tussen haakjes, een soort garantie die je mee kunt geven. Aan de andere kant, wat ik zelf wel regelmatig dan hoor bij dit soort gesprekken, is dat, ja, uiteindelijk is het maar één persoon die een bepaald risico neemt. En in zo'n huidige tijd, als nu met de corona, verandert zo'n afweging misschien ook wel. Ja, precies. Ja. Ja, ik zou nu als ik op leeftijd had, misschien eerder denken, het risico wordt nu extra groter door toch de medicatie te blijven gebruiken. Ja. Ja, maar op zich, ik vond dit wel een interessante, want we hebben het bijna altijd over het starten van medicatie, duurt nou op tijd enzovoort. Maar ja, op een bepaald moment, omdat gewoon de ziekte zelf verandert, is dit natuurlijk net zo'n relevante vraag. En dat, ja. Dit krijgt wel zijn vervolg in het feit dat er meer onderzoeken nu gestart zijn naar het gaan stoppen van medicatie.
Daar zie je wel verschillen in hoe die onderzoeken opgebouwd zijn. Sommige onderzoeken gaan gewoon uit van als het al een aantal jaren stabiel is, nou dan probeer het maar. Wat je bij de meeste internationale onderzoeken wel ziet, is dat ze die leeftijd echt wel meenemen als afkappunt. Boven de 50 of boven de 55, omdat dan de kans op het, dat het echt inderdaad niks meer toevoegt, die medicatie, echt veel malen groter is. Oké. Heb je in het kader van de tijd nog meer nieuwe dingen gehoord? Een ander ding wat ik even met jullie wou delen eruit, als jij de volgende kunt laten zien, dat heeft te maken met progressieve MS. Het is ook sinds kort dat progressieve MS behandeld kan worden, althans afgeremd kan worden. Nou, dit is een grafiek die komt uit de registratiestudie van ocrelizumab, ocrevus bij primair progressieve MS. Als het lijntje omhoog gaat, heeft mensen een toename van handicap. En dan zie je dat de placebo-groep, dat is de grijze lijn, die gaan sneller omhoog dan de behandelde lijn, de blauwe. Nou, dat weten we, dat is de reden dat het ook geregistreerd is voor die indicatie. We gaan even om de volgende. Wat erbij verder opvalt, is dat met name mensen die echt een actief beeld hebben bij die primair progressieve MS, dus met nieuwe afwijkingen op de MRI-scan, dat soort zaken, en die jonger zijn, dat daar de grootste winst zit. Dat is het onderste lijntje, en dan zie je dat die lijn veel verder van die basislijn als het ware afwijkt. Mm-hmm. Je hebt als daar een subgroep van mensen bij wie het effect veel groter is. Er zijn mensen die jong zijn, die wat minder lange ziekteduur hebben, die MRI-scans hebben, die nieuwe afwijkingen laten zien. Dan mag je naar de volgende gaan. Hetzelfde zie je ook bij een ander middel wat in Europa net geregistreerd is en waarbij op dit moment in Nederland een vergoedingsdiscussie loopt. Dat is siponimod, Myzent, dat is een tablet die geregistreerd is voor secundair progressieve MS. Dat lijntje weer middenin, dat is een beetje het cut-off punt. Als het naar die kant gaat, dan werkt het niet. Als het naar die kant gaat, dan werkt het wel. En ook daar zie je dat de lijntjes die echt helemaal naar links zijn, zijn de mensen die snel achteruit gaan, die nog niet ernstig aangedaan zijn. En mensen die echt meer een actief beeld hebben met toch de afgelopen 2 jaar nog ergens een keer een terugval gehad of die toch MRI-activiteit hebben. Dus je hebt een subgroep die er veel meer baat bij heeft. Interessant te weten. Ja, en dat zal waarschijnlijk ook wel mee gaan spelen in Nederland in de hele vergoedingsdiscussie. Dat met name die groep, dat er daar veel meer voor vergoeding in aanmerking komt dan de groep die ouder is, langzaam achteruit gaat, weinig MRI-activiteit heeft. Op zich ook niet zo heel raar, hè, want het zijn natuurlijk wel middelen die iets op die ontstekingsactiviteit doen. Ja. Nou, op zich is dit allemaal niet zo heel erg nieuw. Wat op zich wel aardig is, het volgende plaatje. Wat je daarin ziet, is dat ze het wat rigoureuzer gedaan hebben. Hebben ze echt gekeken naar een hele grove maat, dat is gewoon rolstoelafhankelijkheid. Ik denk dat we allerlei EDSS-scores gaan hebben en veranderingen daarin, maar dit is gewoon zwart of wit. Ja. Dat is die EDSS-score van 7. Nou, dan zie je links zie je weer het plaatje met die ocrelizumab. En dan zie je dat die bovenste lijn, ja, die loopt gewoon door. Terwijl die behandelde lijn, die gaat langzamer. En dat verschil wordt gaande wordt een beetje groter. Maar het aardige is, als je naar het rechterplaatje kijkt, dat is eigenlijk een hele grote databaseonderzoek. Dus een patiënten uit de hele wereld die in grote databestanden gestopt zijn. En als je bij 100% staat, mensen nog niet rolstoelafhankelijk. Dus als je naar beneden gaat, hoe sneller het lijntje naar beneden gaat, hoe groter kans dat mensen uiteindelijk in een rolstoelafhankelijkheid gaan hebben. En wat je daarbij ziet, is dat mensen in een progressieve fase, of secundaire progressieve MS, die wel terugvallen hadden, maar die ook behandeld werden met medicatie. En het gaat niet over siponimod of ocrelizumab, het gaat over gewoon eigenlijk een middel voor MS, dat die lijnen minder snel naar beneden gaan. Dus dat wil zeggen dat, hè, als je bijvoorbeeld naar die gele lijn kijkt, er zijn mensen die al lang behandeld zijn met ziekteremmende medicatie, ondanks het feit dat ze formeel signaalproductief zijn, die gaan dus minder hard achteruit dan de groep die wat men niet behandeld wordt of korter behandeld is. Oké. Okay. Het aardige wat ik hiervan vind, is met name dat wat je net zag
Bij die fotoregistratieonderzoeken, wat je bij het grootste effect ziet bij mensen met een, die jong zijn, een actief beeld hebben, zeg, bij een subgroepje, dat zijn de korte termijn studies. Je kijkt over 2 jaar. Ja, dat er bij die groep het grootste remmend effect heeft, ja, dat kan me wel eens bij voorstellen. Maar dat wil niet zeggen dat het bij die andere groep geen remmend effect heeft. Alleen, dat remmend effect is dusdanig dat je er over een periode van 2 jaar niet extreem gaat zien. Terwijl als je naar de hele grote groep gaat kijken van mensen met signeerpositieve mensen die behandeld zijn, waar dan ook in de wereld, gaan die minder snel achteruit dan de groep die niet behandeld is. Dus het pleit wel weer voor het gebruik van MS-remmende medicatie. Ja, ja. Gebeurt dat op dit moment eigenlijk al in Nederland? Niet actief. Wat je wel ziet is dat... En dan spreek ik even voor mezelf. Dat op het moment dat je dat iemand epilepsie MS heeft en behandeld wordt, maar je voelt dat toch een gaandeweg een overgang is richting de progressieve fase, dat er wel een terughoudendheid is om dat A meteen te benoemen. En B ook meteen naar het gehandelen door te zeggen van ja, dat is nu, je bent nu signaal progressief, er is geen medicatie voor, dus stop maar. Dus je merkt wel in de praktijk dat mensen wel de neiging hebben om wat langer door te gaan. Wat je wel ziet, en dat zag je onder andere in een aantal postpresentaties die volgens mij, is dat in Nederland het grootste deel van de mensen met signaalpositieve MS niet behandeld wordt. En het lastige wat je met dit soort discussies hebt, als je het over die data hebt die je maar over een korte termijn kijken, over 2-3 jaar wat zo'n studie loopt, als die doorslaggevend zijn voor het hele vergoedingsdossier, ja, dan doe je dus het andere verhaal een beetje onrecht aan. Ja, datgene wat je recht hebt. Ja. Maar dat blijft ook een heel lastige afweging. Want dat snap ik wel. Bij wie werkt het dan wel? En is het effect dan dusdanig groot dat je het kunt verantwoorden naar de maatschappij dat je dat soort dingen gaat doen? Maar het is wel stof te nadenken. Nou ja, en er wordt in ieder geval een heleboel onderzoek naar gedaan. En dus misschien, dat is vaak met onderzoek. Waar je 1 vraag beantwoordt, komen er weer 10 nieuwe. Ja. Hè, en waar ze weer verder naar kunnen gaan kijken. Ja. Dat is misschien ook wel voor als laatste die hierachter zit. Maar misschien wel aardig om ermee te sluiten. Gaat er wat verder onderzoek naar gedaan wordt. Dit is een overzicht van alles wat er op dit moment in onderzoek loopt over progressieve MS. Oké. Okay. Een hele lijst. Dat is nogal wat. En als je de groene zijn, die zijn approved. Die zijn inmiddels al of in Noord-Amerika of in Europa in ieder geval geregistreerd. Dat wil zeggen dat ze ook daadwerkelijk al gebruikt worden. In Nederland gaat het over de bovenste oxaluzumab en cipolimod wat er nu dat groensdossier loopt. Fase 3 onderzoeken, er zijn grote registratiestudies. Wij zien een kruis in eentje, biotine, die heeft het niet gehaald. Maar er lopen wel 4 anderen al in een registratiestudie. En de fase 2 studies zijn alles onderzoeken waarbij in een groep patiënten gekeken wordt, is er überhaupt een signaal van effectiviteit? Is het de moeite waard om door te gaan? Maar het belooft wel iets, Gerald. Ja, het gebeurt dus heel veel. Ja. En dat geeft wel goede hoop. Ja. Absoluut. Ja. Ik denk dat het een mooie boodschap is om af te sluiten. Een mooie positieve boodschap. Ik zal eventjes ons weer... Daar zijn we weer. Veel informatie, veel om eventjes te laten bezinken. Wel fijn dat we dit meteen kunnen doorcommuniceren naar onze kijkers. We zijn er binnenkort weer. En dan komen we met nieuwe informatie over van het congres. Dan gericht ook op leefstijl. Voor vandaag in ieder geval heel erg bedankt. En tot de volgende keer. Tot ziens. Dag.